Op feestelijke wijze heeft de nieuwe districtcommissaris van Saramaka, Shireen Bansidurga, vandaag het roer overgenomen van de scheidende burgervader Sarwan Kumar Ramai. Tijdens de officiële ceremonie overhandigde DC Ramai het personeelsbestand, het financieel verslag als ook de inventarisatielijst van het districtscommissariaat aan Bansidurga. Hij vroeg haar om het personeel niet aansprakelijk te stellen indien er fouten zijn gemaakt. Dames en heren, ik wil als eerste de Almachtige bedanken dat ik de kracht had om werkzaamheden hier te doen. Verder wil ik mijn gezin, mijn echtgenoten bedanken voor alle geduld. Maar ik wil ook de ex-president Desiree Delano Bouterse bedanken voor het vertrouwen dat hij had in mij. De huidige president wil ik ook bedanken dat hij mij de ruimte geeft om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Maar ik wil speciaal de bestuursdienst bedanken, deze, want zij zijn de mensen die eigenlijk het werk hebben gedaan in de afgelopen periode. Al die goede ontwikkelingen die we hier hebben gehad, alle glorie daarvan moet gaan naar deze mensen. Mensen, een warm applaus voor de bestuursdienst. Bansidurga wees de aanwezigen erop dat vanwege de economische crisis in het land het belangrijk is dat een ieder samenwerkt om Saramaka naar grotere hoogten te brengen. De nieuwe DC zal zich vooral inzetten voor ondernemerschap en de toerismesector. Dit houdt in dat de districtscommissaris, de gekozen organen in het district, de GPK, het managementteam, de beleidsmedewerkers, coördinatoren, het korps van DS'en, ADS'en, BO's, OBO's, het totaal personeel van regionale ontwikkeling en sport in het district Saramaka, samen met de diensthoofden en het personeel van de andere ministeries, de werkarm van de president vormt in het district en waar ik als commissaris aan het hoofd sta. Prioriteit is sowieso, ik ben als DC ook vertegenwoordiger van de regering. Dus dat is sowieso het beleid van de regering, ondersteunen, helpen vormgeven. Maar prioriteit in district Saramaka is stimuleren van productiesector. Stimuleren van klein ondernemerschap, stimuleren van toerisme, waardoor wij als district ook een beetje geld kunnen verdienen. En dan ook deel kunnen uitmaken aan die ondersteuning van de regering. Er is geen geld en we weten allemaal dat elke district elk jaar een budget nodig heeft. Hoe denkt u het decentralisatieprogramma van meneer Bas Ahmad Ali te implementeren in dit district, los van de agrarische sector stimuleren en toerisme specifiek? Dus sowieso, om dat te implementeren heb ik data nodig om te weten wat er precies in mijn district gebeurt. En zoals ik al eerder aangaf, ik ga beginnen met de enquêteonderzoek in alle 6 resorten. Zodat ik weet wat er precies in mijn district is. Wie werkt waar? Wie gaat naar school? Hoeveel studenten? Hoeveel drop-outs? Hoeveel kader heb ik in het district? En pas als ik die informatie binnen heb, data binnen heb, kan ik dan beleid maken en daarop gericht gaan werken. De nieuwe districtscommissaris van Saramaka, Shireen Bansidurga. Ze heeft vandaag het roer overgenomen van Sarwan Kumar Ramai.